that you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving, you take. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik niet alleen, want ik ben samen met... Sabine! Yay! En vandaag hebben we een hele leuke challenge voor jullie. Namelijk de A-merk versus B-merk challenge. Dat houdt in dat we gaan met deze blinddoek op gaan proberen om te raden of iets een A-merk is of een B-merk. We hebben verschillende drankjes en chips en dat soort dingen allemaal gehaald. En ja, laten we maar gewoon beginnen. Oké, doe. We beginnen met de chocola. Ja. Dit is wel lekker. Voor jou. Ja. Deze smaakt heel anders. Welke is de Milka? De eerste. Klopt. Die was niet zo moeilijk volgens mij. Nee, want je proeft het verschil tussen groot en klein. Ja. En nu jij? Nee, proefsel, die smaakt heel anders op. De knotjes zitten in de weg. Ja? Straks opnieuw doen. Let's do this. Je moet wel laten zien welke je pakt, hè? Ja. Met de verpakkingen. Ja. Top. Mag helpen. Oh. Dit is hard. Alles is hard. Ja? Wow, wat een verschil. Wat denk ik dat het net was? Tweede is Milka. Ja. Oké, maar ik had hem kleiner gemaakt, zodat hij leek alsof het ook Milka was. Ja, maar die smaak ook gewoon. Ja, oké. Okay. We gaan nu drinken. We doen gewoon eerste beurt eten drinken. Ja? Ja, is goed. Appelsap nu? Ja, we beginnen met de appelsap. Ik kan wel zo vast. Nee, er zit een rietje bij dus. Ja. De eerste is appelsientje. Fout. Oh. De tweede was appelsientje. Het staat nu 1-1 nog steeds. Ik vind sowieso appelsap lekker. Oké. Wat nou? Hey, dit dat je gehandicapt bent. Ja?
Oh, die lijken heel erg op elkaar. Ja, daarom. Oh, nou weet ik. Oh, Welke was appelsientje? De eerste? Ja. Dat was gewoon een complete gok. Oké, we gaan nu verder met de chips. Alleen dit is eigenlijk niet zo'n hele eerlijke, want we hebben per ongeluk ribbelchips en gewone. En dat, ja, dat proef je gewoon dus. Ja. Maar laten we checken of Sabine weet welke de ribbelchips was en welke de gewone. Ik wil doen. Nee? Nee! Af, je mag niet aanraken. Chips. Maar ik proef die smaak gewoon al. Ja. Maar je proeft ook de textuur. Oh, heel groot tegelijk. De eerste was lees. Klopt. Maar dat proef je gewoon. Is dat zo duidelijk? Met die smaak, die intentie. Oh. Intentie. Oké. Ah. Ja? Smaakt meteen al, hè? Ja. Nou, overduidelijk. Twee dus deze. Ja. Dat verschil. Maar je proeft van die intentie van de leek. Okay, we hebben zo nog heel veel eten over. Laten we nu de milkshake zien. Is goed. We hebben hier van Melkuni. En van het Aldi merk. Nou, het is niet officieel Aldi merk, maar het komt van de Aldi. Ja. Shakes. Ja, maar welke was homer en welke was dik? De eerste is Melkuni. Ja. Maar het is echt lekker. Als we klaar zijn met deze video dan... Ik heb ze al opgewisseld. Maar als we klaar zijn met deze video... Ja, mogen we er allebei één. Dan reken ik hem helemaal leeg. Oké. Okay. Eerst neem ik kies. Oh, wow. Lekker. En nu deze. Hoef je ook te verschillen tussen de dikke komen? Ja. De tweede is wel kun je. Ja, klopt. Oh. We hebben nog twee dingen over. Chocopindas en dingen. We begonnen ook met chocola. Dus we kunnen ook met chocola eindigen. Ja. En dan eindigen we ook met... Ice tea. Of met die? Nee, we eindigen ook met ijskoffie. Ijskoffie. Dat is gewoon ons allerlaatste. Dus dan doen we nu deze. Dropfruit. Nou, we hebben nu die dropfruit dingen. Dus ja, we doen eerst deze. Al rood. Dat proef je ook gewoon. Eeuw. Wat? Die drop is niet lekker. Jij bent niet lekker. Dat weet ik. Ja. Deze is zacht.
Deze is lekker. Ik weet dus dat je bent. Klopt. Maar de rabbit is ook zacht. Eerst ook deze. Open die mond. Ja? Nu deze. Wow. Wat is dit verschil? Ja. Wat was Red Band? De eerste. Ja, dat klopt. Helemaal. Pa! Ja, oké. Dan gaan we nu verder met de ice tea. Maar ik denk dat je niet zo snel het verschil proeft bij de M&M's. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk hier in principe, ja, hier wel denk ik hoor. Ja, want het is echt gewoon Lipton versus Aldi. Ja. Oké. We beginnen met deze. Niet weggaan van het rietje. Lekker zeg. Ik ben terug. Die koffie maakt het niet beter. Je proeft het verschil. De eerste is iced tea. Yo, meen je dat? Nou mensen, de eerste is iced tea. Verrassend, hè? De eerste is Lipton. Ja, klopt. Sterk voorzichtig. Ik ga hem nu eventjes zo houden, want... Oké, de eerste is deze. Ja? Wow, dat verschil. Ja. Tweede is Lipton. Ja. Wow. Smaakexplosie. Ja. Oké. Okay. Door naar het laatste onderdeel van food. Food? En M&M's. Met pak de M&M's erbij. En de chocopinda's. Dat ging bijna fout. Alweer. Ik heb net letterlijk een heel bakje met pinda's op de grond laten vallen. Pinda's? Ja, dat waren de chocopinda's. Ja, dan moet je wel chocopinda's zeggen, want het zijn pinda's. Er zitten pinda's in. Racistisch? Hoezo? Nou, we beginnen met deze. Blijf. Ga niet weg. Je krijgt een extra punt als je de kleur gaat. Ja. Ik heb de punten niet meer eens bijgehouden. Nee, ik ook niet. Volgens mij sta ik voor, want jij hebt namelijk de appelsap niet geraden. Ik wel. Andere. Andere. Ik wou het maar hand. Nou en? Je proeft het verschil niet. Hebben we nou twee dezelfde? Nee. Wat is het verschil niet? Gok, welke is M&M? De eerste. Klopt. Oh. Give me dat ding. Grrr. Oké, okay, let's go. Zo. Lekker! Sorry mensen, dat ging gewoon.
Ja? De second. Proef je het verschil? Nee. Wat was de? Welke was M&M? De tweede? Ja. Nee, ik proef het verschil niet. Dat was gewoon echt een compleet gok. Oké, dan gaan we nu naar de ice coffee. Maar het probleem is, we hebben ze allebei nog niet geprobeerd. Want normaal hebben we altijd Starbucks. En nu hebben we D1. Ja, Starbucks. Nu hebben we Van Douwe Egberts. Omdat de Starbucks was uitverkocht. Maar we hebben altijd Starbucks, dus ja. En deze hebben we. Ik ben echt benieuwd. Straks vind ik het echt niet lekker. Oh, dat zou kut zijn. Ja, oké, we gaan gewoon. Ik moet toch beginnen. Maar dit is dan merk, dit Douwe Egberts is merk en dit is dan merk, dat is dan B-merk. Ja, maar kijk, weet je, ik vind het gewoon Starbucks gewoon lekker, hè. Zeg ik. Shake it! Hebben we het geshaked? Nee. Dan maar roeren. Oké, okay, we moeten shaken. And enjoy. Laten we niet shaken als die open is. Oké, kom. Goed zo, goed zo. Deze ook geshaked? Ja. Nee, is geroerd. Oké, dan gaan we. Mond open. Oh, wauw. Wat is laten zien? Deze doen we. Mag ik wel vasthouding, omdat ik het nog nooit heb geproefd? Nee, want je voelt welke de verpakking is. Ja. Eeuw. En deze. Niet lekkerder. Mijn voorkeur gaat naar de tweede is Douwe Egberts. Ja. De eerste is echt niet te drinken, maar de tweede is echt lekker, jongen. Hoezo doe je dat nou weer? Wat ik altijd doe. Dan ga je knoeien. Jij knoeit. Je gaat het verschil wel proeven tussen... Wat doe je nou? Nu ga je knoeien. Nou, dat maakt me niet uit. Oké. Oké, dit is ons eerste merk. Eeuw. Gadver. En dit is de tweede. Nee, de tweede is beter. Ja. Dan is de tweede daar weg, Bert. Ja. Maar eeuw. Ja, hij is echt vies. Gadverdamme. Maar oké, mensen, dit was de video. Oké, mensen. Niet lekker. Nee. Echt niet. Deze is beter. Nou. Oké, mensen, dit was de video. Nou, in ieder geval. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Ja, tot volgende week. Doei.